Een zwarte bladzijde in Arnhems verleden. Van de 2000 Joodse inwoners die onze stad bij het begin van de Tweede Wereldoorlog in 1940 telden, kwamen er ruim 1300 niet terug. Onder hen Dora Marcus IJsman, geboren in Arnhem op 15 februari 1891. Mei 1940 woont Dora, die weduwe is, met haar dochter in de Leoninestraat, de straat tussen de Sint-Antonielaan en het Staringplein, in Sonsbeek-Noord in Arnhem. De hoofdcommissaris van politie verzoekt opsporing, aanhouding en voorgeleiding van Dora Marcus IJsman. Zij woont in Arnhem en zij is van woonplaats veranderd zonder de daartoe vereiste vergunning te hebben verkregen. Met deze omschrijving werden Joden aangeduid die waren ondergedoken. Aldus het Algemeen Politieblad nummer 2 van 14 januari 1943. Desondanks worden Dora en haar dochter opgepakt. Dora Marcus IJsman overlijdt op 26 maart 1943 in Sobibor. Zij bereikte de leeftijd van 52 jaar.